Goedemiddag, goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik heb echt zin in deze week. Ik ben lekker weer actief. Ik heb geen hoofdpijn. Ik ben vandaag lekker fris en fruitig opgestaan. Me klaargemaakt op mijn gemakje. Ik voel me gewoon echt heel erg goed. Dus ik dacht, ik pak gewoon lekker even de auto. Ik ga iets zo doen wat ik echt heel erg eng vind om te doen. Maar dat laat ik jullie even straks weten. Ik ga even eerst mijn koffietje halen. A good start of the day. Hoe vinden jullie deze kleur lipliner bij mij? Ik heb dus geen lipstick op, dus alleen mijn lipliner. En ja, het is echt een andere kleur dan ik normaal gebruik. Maar ik vind het echt heel mooi staan. I love it. Dit is gewoon nummer 3 van de Malfi Collectie lipliner. Hij lijkt een beetje op Spice, maar I love it. Ik ga jullie even vertellen wat ik ga doen, wat ik spannend vind. Maar ik ga vandaag voor de eerste keer even mezelf fotograferen. Ja, gewoon zelf foto's maken. En dan denken mensen van, wat is daar nou bijzonder aan? Ik maak elke dag selfies. Maar ik bedoel echt gewoon op straat gewoon foto's maken. Als in een statief neerleggen, mobiel erop en gewoon poseren. Ja, ik ga het gewoon proberen. Want ik denk van, dan ben ik niet zo afhankelijk van andere mensen die foto's van mij moeten maken. En dan ben ik meestal ook daarna helemaal niet tevreden. Want dan, ja, het zijn nooit fotografen die foto's van mij maken. Het is altijd Nessie of een vriendin of zo. Dus dan heb ik een beetje in de hand van hoe de foto's uiteindelijk worden. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Maar ik heb dus mijn statief en zo mee. En ik ga nu even een rondje rijden. Ik heb mijn koffie al. En dan ga ik even kijken of er ergens een mooi muurtje is. Of een mooi gebouw. Gedijf voor een keer. En dan ga ik even een paar foto's schieten. Ik weet niet of het gaat lukken gelijk. Maar ik ga het gewoon proberen. Het is gewoon echt een testdagje. En als het dan vandaag lukt, dan heb ik gewoon iets gevonden waarmee ik voor altijd gewoon foto's kan maken. Dus het enige wat je nodig hebt. Een statief heb ik even meegenomen. En koffie. Ik sta nu voor een kantoorgebouw dat ik echt heel erg mooi vind. Alleen ze gaan me nu al dood. Guys. Ik ben echt zo trots op mezelf. Ik vind het gebouw heel erg mooi. Het marmer. Dus ik heb daar gewoon een kwartier lang heb ik foto's lopen maken. En volgens mij zijn ze best wel goed gelukt. Tenminste, ik vond ze er best wel goed uit als ik zo snel kijk. Dus ja, ik ga nu weer snel naar huis. Ik ben echt zo trots op mezelf. En ik stuurde net Nessie een foto van het resultaat. En hij zei dat het er best wel leuk uitzag. Dus yes! Ik ben nu bij H&M Home. Ze hebben hier echt zulke leuke dingen. Ik ben weer thuis. Ik ben ook even langs de Zara geweest. Had ik echt heel leuke dingen gezien. Maar toen ik bij de kassa kwam dacht ik, nee, ik ga echt nooit zo lang voor de kassa staan. Het was echt een dikke lange rij. Dus ik dacht, ik ga even de artikelen scannen. Om te kijken of ze op de website ook gewoon online staan. Ze stonden allemaal online en gewoon beschikbaar. Dus ik ga ze gewoon zo allemaal bestellen. Mensen denken, oh mijn god, wat ben je veel aan het shoppen. Ik heb het altijd een beetje rond herfst. Ik hou echt van de outfits nu. Van het weer nu. Alles geeft me gewoon echt motivatie. En ik wil hier gewoon echt gebruik van maken. Ik ga gewoon lekker veel kopen. En lekker veel foto's maken. Nu is het etenstijd. Dan moet ik even eten fixen voor mezelf. Ik dacht aan een salade. Maar ik heb ook heel lang geen aardappelen gehad. Ik ben vandaag ook niet echt van plan om te gaan diëten of wat dan ook. Want ik heb er echt even geen zin in. Ik word echt zo snel duizelig. Ik krijg snel hoofdpijn. En na de laatste keer doe ik het echt even rustig aan. Dus gewoon voor vandaag lekker koolhydraten. Dat ik me echt weer lekker fit voel. En weer aan de salades en soepjes en zo ga. Daar heb ik ook wel zin in, een soepje. Dit is echt heel erg. En ik schaam me een beetje om het te laten zien. Maar ben ik de enige die die Albertijn sushi gewoon lekker vindt. Ik vind het gewoon lekker. Ik ben met een kindje aan het spelen in de buren, kapot schattig. Maar dit was mijn eerste ervaring met sushi. Het is dus deze sushi. En ik was onderweg naar mijn vriendin toen ik student was. En we reisden echt door het hele land met OV. En toen kon je onderweg, dus bij de Appie to go, kon je dus deze sushi halen. En de sojasaus zit dus hierin. En dan gingen we dat gewoon in de trein eten. Kijk. Heel makkelijk zo. Sojasaus erop. Hup.
buggy. En mijn favoriet is die met zalmoes. Ik vind dat zo lekker. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Mijn Bershka bestelling is binnen. I love it. Ik heb nieuwe schoenen hier besteld. En ik kan echt niet wachten om ze te rocken. Tenminste, ik hoop dat ik ze pas. Want het zijn van die overnielaarzen. En ik heb niet echt heel smalle enkels. Dus soms pas ik enkellaarzen niet. Of tenminste overnielaarzen niet. Dus ik hoop dat deze wel passen. Dit zijn ze. Oh, alsjeblieft gewoon gelukkig. Dit zijn ze. Mijn nieuwe laarzen. Ik zit tegelijk naar dit gedeelte te kijken. Om te kijken of ze wel een beetje wijd zijn. Maar volgens mij ziet het er wel goed uit. Ik ga ze gelijk passen. Er staat al. Oh, hij is best wel een strakke kant. Kut, kut, kut. Oh mijn god, ik pas erin. Oh mijn god, ik pas erin. En nu even de rits nog dicht. Oh yes. Oh yes. Ik pas erin, jongens. Ik ben echt zo blij dat ik erin pas. Alleen heb ik nu wel een probleem. Want ik heb nu bijvoorbeeld geen broek aan. Of wat dan ook. Dus dit moet wel echt gewoon boven een... Of onder een jurkje. Oh, ons knuffelmomentje. Oh yes. Yes, yes, yes. Oh, BB. Oh, Didi. Wat is dit? Oh, stop. Wat ga je doen dan? Wat ga je doen dan vandaag? Ik ben thuis. Wat ga je doen dan? Niks. Ga je niks doen? Wegvragen trouwens. Oh, je oorbel valt. Dat was mijn oorbel niet, dat was mijn oorknopje. Knopje. Yes! Ik heb nieuwe schoenen, wil je ze zien? Waar? Dan wil ik hier staan, dan ga ik ze pakken. Oh jee, mag. Moet je zeggen ja of nee? Nou, ik ben benieuwd hoor. Ja, is wel mooi toch? Wat dan? Yes? 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 How much? Dat mag er niet mee, het is echt leer hè? Dat is Bershka, hoe duur kan het zijn? Het is echt leer. Ja, snap ik wel. Real leather. Hoeveel waren ze? Goed 70 euro. Okay, ja. Maar wat maakt het jou uit? Is het toch mijn money? Independent woman! Guys, deze meid gaat weer editen en ik ben zo happy, want ik heb jullie gezegd dat ik mijn vader laatst het heel erg heb schoongemaakt. Tenminste, gisteren heb ik het lopen schoonmaken en blablabla. En het heeft echt geholpen, want echt, het ruikt lekker. En weet je, ik vroeg elke keer Nessie om zijn mening. Of de vaat lekker rook of zo, maar hij kan niet meer ruiken of zo. Nessie, maar je kan niet meer ruiken, hè? Nes! Oh ja, hallo? Je kan niet meer ruiken, hè? Wat kan je niet ruiken? Jij kan gewoon niet meer ruiken. Nee, klopt. Want ik had laatst ook in de badkamer had ik zo'n lekker geurtje gehaald. En ik had het erin gedaan. Ik dacht, oh mijn god, dat heb ik nog nooit gehaald. Mijn leven is compleet. En toen zei ik tegen Nessie, je moet even in de badkamer ruiken. Dus ik krijg niks. En ik had toen bezoek en toen zei ik ook tegen haar van, ga gewoon even in mijn badkamer en laat me weten of het lekker ruikt. Ze zegt, oh het ruikt zo lekker. Tadadada. Maar Nessie ruikt nooit wat. Ik ben klaar met editen. I'm a potato. You're a tomato. I'm a potato. Are you a tomato? You are a tomato? Ik ga potato maken. I love it. Ja, ik heb het al gezegd. Ik ga een potato salad maken. Straks zie je mijn neus pijn, weer huilen. Het gebeurt vaak in het huis hè, dat ik jou een slaag geef. Oh.
gooien. Normaal. I'm a potato. You're a tomato. Geen slaan, hè? Nini, denk Willen jij? Denk jij? Ben jij wat is dit? Wat is dit voor shot? Serieus? In jouw neus gaten, hè? Schat, ik zie er toch ook niet uit op de vlogs. Dat maakt allemaal niet meer uit. Je moet ook jezelf accepteren zoals je bent. Nini, denk jij dat ik ADHD heb? Nee. Waarom denk je dat? Ik denk dat je gewoon issues hebt. Wat voor issues? Nee, gewoon alles. Alles wat je je maar kan voorstellen, dat heb jij. Wat heb ik dan? Je bent gewoon psycho. Zo, let's start. Ik ben weer even wasjes aan het draaien. Ik ben dit keer even al mijn BH's aan het wassen. Dat is toch wel iets wat je niet vaak doet, tenminste ik niet. Ik ga niet elke week mijn BH's wassen. Maar ik heb ze even allemaal erin gepleurd. De aardappels zijn bijna klaar. Ik voeg hier even olijfolie toe. Zo bij. En heel veel chilipoeder. En dan heb je dit. Een heerlijke aardappelsalade. Hij is echt heel pittig. Ik heb hem geproefd. Precies hoe ik hem wil. Een rode koolsalade. Lekker snacken.